Ja. De krijtjesstaken. Teun mocht van de juf een mooie tekening maken. Hij wilde zijn krijtjes uit zijn tas halen, maar hij vond een stapel brieven met zijn naam erop. Voor Teun. Dag Teun, ik ben het, je rode krijtje. We moeten eens ernstig praten. Je laat me veel te hard werken. Veel harder dan al je andere krijtjes. Het hele jaar door sloof ik me uit om brandweerauto's, appels en aardbeien te kleuren en al die andere rode dingen. Zelfs in de kerstvakantie zet je me aan het werk. Dan moet ik de ene na de andere kerstman rood kleuren. En op Valentijnsdag zit ik urenlang rode hartjes te tekenen. Ik krijg er een rode kop van. Ik heb rust nodig. Groeten van je overspannen vriend, Rood Krijtje. Beste Teun, begrijp me goed. Ik vind het heel fijn dat je meteen naar mij op zoek gaat als je druiven, draken en tovenaars tekent. Maar ik kan er absoluut niet tegen dat mijn prachtige paarse kleur altijd buiten de lijntjes terechtkomt. Als jij niet onmiddellijk netjes binnen de lijntjes begint te kleuren, dan stop ik ermee. Je keurig nette vriend, Paars Krijtje. Beste Teun, ik ben het zat om lichtbruin of geelbruin genoemd te worden. Ik ben beige en daar ben ik trots op. En ik heb er ook genoeg van altijd een eeuwig tweede keus te zijn. Meneer het bruine krijtje mag altijd alle beren, ponies en puppies inkleuren. Alleen als er een gebraden kip of tarwehal moet worden ingekleurd, dan mag ik komen opdraven. Als ik geluk heb. En zeg nou eens eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst tarwe getekend? Nou, je beige vriend. Beige krijtje. Ja. Teun, sorry jongen, maar zo kan het niet langer. Ik weet dat je dol bent op olifanten en weet ik ook dan wel dat olifanten grijs zijn. Maar weet jij wel hoeveel werk het is om zo'n beest helemaal grijs te kleuren? Daar heb je geen idee van. Anders zou je ook niet zo vaak neushoorns, nijlpaarden en walvissen tekenen. Waarom moeten het altijd grote beesten zijn? Waarom geen kleine babypinguïns? Die zijn ook grijs, weet je dat niet? Net als kiezelsteentjes, die kun je niet eens tekenen. Dat is voor mij wel zo makkelijk. Je uitgeputte vriend, Grijs Krijtje. Beste Teun, ik vraag me af of jij mij wel nodig hebt. Meestal heeft het papier dezelfde kleur als ik, wit. Als ik deze brief niet op zwart papier had geschreven, zou je nog denken dat ik niet bestond. Zelfs in de regenboog zit geen wit. Ik word alleen gebruikt om sneeuw in te kleuren of om de ruimte tussen twee dingen op te vullen. Ik voel me zo, hoe zal ik het zeggen, zo overbodig. Kunnen we er niet eens over praten? Je overbodige vriend, Wit Krijtje. Alleen gebruikt worden om zwarte lijntjes om de dingen te trekken en vervolgens toe te moeten kijken hoe ze door mijn medekrijtjes worden ingekleurd en opgefleurd. Vind je het gek dat ze allemaal denken dat ze beter zijn dan ik? Wel mij gebruiken om een mooie ronde strandbal te tekenen, maar de bal zelf geef je een ander kleurtje. Is toch niet eerlijk? Waarom niet eens een mooie zwarte strandbal tekenen? Is dat te veel gevraagd? Nu nog je vriend, Zwart Krijtje. Lieve Teun, als groen krijtje schrijf ik je om twee redenen. Ten eerste om te zeggen dat ik met veel plezier al die bomen, krokodillen, dinosaurussen en kikkers voorzie van een mooi groen kleurtje. Ik heb een fijn leventje en ik feliciteer je van harte met je carrière als groene dingentekenaar. De tweede reden dat ik je schrijf is om te zeggen dat mijn vrienden geel krijtje en oranje krijtje niet meer tegen elkaar praten. Allebei vinden ze dat zij de juiste kleur voor de zon zijn. Alsjeblieft, Teun, doe er wat aan en snel. Wij, de overige krijtjes, kunnen het niet langer aanzien. Je gelukkige vriend, Groen Krijtje. Beste Teun, geel krijtje hier. Kun je oranje krijtje zeggen dat ik de kleur van de zon ben? Zelf kan ik dat niet, want we praten niet meer met elkaar. Ik kan trouwens bewijzen dat ik, en alleen ik, de kleur van de zon ben.
Afgelopen dinsdag gebruikte hij me voor de zon in het kleurboek. Mocht je het niet meer weten, het is een kleurplaat van de boerderij op bladzijde 7. Zie je me staan? Een schitterende goudgele zon boven een geel korenveld. Je vriend en enig echte kleur van de zon, geel krijtje. Beste Teun, ik heb gehoord dat geel krijtje me voor is geweest en je een huilige brief heeft geschreven. Kun je dat opscheppertje alsjeblieft duidelijk maken dat hij niet de kleur van de zon is? Ik zou het hem zelf al willen zeggen, maar we praten niet meer met elkaar. En jij en ik, wij weten dat ik en alleen ik de kleur van de zon ben. Want afgelopen donderdag gebruikte je me voor de zon in je kleurboek. 2 keer zelfs. Voor de kleurplaat met de dierenoppasser en voor die van het apeneiland. Dat kan geen toeval zijn. Je vriend en de enige echte kleur van de zon, oranje krijtje. Lieve Teun, ik vind het geweldig dat ik het afgelopen jaar en het jaar daarvoor je lievelingskleur was. Het was heerlijk om al die oceanen, meren, rivieren, regendruppels, regenwolken en heldere luchten blauw te mogen kleuren. Maar wat niet zo leuk is, je hebt me zo vaak gebruikt dat ik niet meer ben dan een kort stompje. En nu kan ik niet meer over de rand van het doosje kijken. Kun je me niet een poosje met rust laten, je inmiddels kleine en afgestompte vriendje? Blauw krijtje. Teun, nou moet je eens goed naar me luisteren, jongetje. Het hele jaar heb je me niet 1 keer uit het doosje gehaald. Is dat omdat je me eigenlijk een meisjeskleur vindt? Nu we dat toch over hebben, wil je je kleine zusje heel hartelijk bedanken dat ze mij gebruikte voor de prinsessen in haar kleurboek. En ook nog eens keurig binnen de lijntjes. Maar dit terzijde. Zou je zo vriendelijk willen zijn om voor de verandering eens een roze cowboy, dinosaurus of monster te tekenen? Die kunnen wel een fris kleurtje gebruiken, vind ik. Je in de steek gelaten vriend, roos krijtje. Hey Teun, ik ben het huidskleurkrijtje. Waarom heb je mijn papiertje eraf gepulkt? In mijn blootje durf ik het doosje niet eens uit. Ik schaam me dood zonder onderbroek. Hoe zou jij het vinden om in je blootje naar school te gaan? Ik heb kleren nodig. Help me! Je blote vriend, huidskleurkrijtje. Arme Teun. Hij had net zo'n zin om te kleuren, maar hij wilde ook dat de andere kleintjes gelukkig waren. En dat bracht hem op een idee. Toen Teun de tekening af had, liet hij hem aan de juf zien. En die gaf hem een 10 voor kleurgebruik. En het toverpotlood voor originaliteit.